is het vandaag natuurlijk 25 jaar geleden dat die tocht der tochten werd geschaatst. Ja, ik was nog hartstikke klein, maar ik weet nog heel goed. Ik zat echt voor de tv bij de start. Heel erg spannend was dat, een dekentje om me heen. En ja, 200 kilometer lang was die tocht natuurlijk. Over de Friese meren en sloten. Soms een stukje klunen, maar vooral ook lekker schaatsen door het bevroren Friese landschap. Henk Angenent, die won natuurlijk bij de mannen. En Klasina Seinstra, dat was de eerste vrouw die over de finish kwam. Dit had ik aan voor en na de wedstrijd. Je start natuurlijk in het donker, dus je schaats en je hebt geen idee van waar je zit op dat moment. En halverwege stond dus mijn man bij Bolsward met een bordje langs de kant van eerste dame. Dus toen wist ik waar ik eigenlijk in de wedstrijd zat bij de dames. Er wordt maar één van gemaakt en ja, en dat staat ook echt. En, ja, en de belevenis sowieso in Dokkum en nou ja, meerdere steden. Het enthousiasme van het publiek was zo geweldig. Dus ja, ik heb een topdag gehad. Ja, en dan hoor je ja, een paar weken later dat je ook nog zwanger was tijdens de tocht. En ja, dat maakt het alleen nog maar bijzonderder. Ja, wat mooi. Mooie herinneringen dus van Klasina. Wat is jouw mooiste herinnering aan die tocht der tochten in 1997? De doortocht door Franeker, door Frenscher. Daar was het meeste publiek, vond ik. Ja, Bart Lahim was ook heel bijzonder. Maar Franeker vond ik echt, dat was één groot feest. Ja, ja, en ik zat op de motor natuurlijk, dus ja, weet je. En dan zeiden ze, heb je het niet koud? Dat voel je dan toch gewoon niet allemaal. Ik zat eerste rang. Ik was erbij, bij de kopgroep en daarna liet je weer even terugvallen en zag je het lijden van die achtervolgers. Man, het was één groot feest geworden. En af en toe dan moest die motor van het ijs af, want dan konden we niet onder een bruggetje door. Schaatsers gingen dan eronder door, als het kon. En wij moesten dan, dan hadden we een touw bij ons, dat was het kluntouw. En dat gooiden we dan naar het publiek aan de kant en zei, jongens, trek die motor even naar boven. En die werd dan de wal opgetrokken. Hups, dan keek de andere kant weer naar beneden en dan gingen we weer. En dan waren die schaatsers, die waren al een flink eind verder. Dus dan moesten we echt gas geven om bij te houden. En dan had je een scherpe bocht en dan vloog dat ding zo, wel spijkerbanden eronder. En dan vloog die uit de bocht. En dan, ja, maar het was één groot feest. Ja, ben, jij bent natuurlijk een schaatser. Je hebt ooit die alternatief, of de Elfstedentocht gereden toen hij niet officieel er was, ja, in 2012. Maar dus op eigen kracht, ja, met een groepje vrienden. Als je dit nou zo terugziet, die officiële Elfstedentocht. Hè? Veel mensen die kunnen zich niet voorstellen dat ze dat ooit zouden kunnen uitschaatsen. Jij wel. Ja. Heb je dan niet zo dat je spijt had dat je toen niet meedeed? Nee, want ik had een keer een Volkskrant artikel gelezen en er stond in dat iemand alleen in Friesland de stilte van het landschap en het rijpen op het gras. En dat vond ik zo romantisch. Dus ik denk, als ik hem ooit rijd, dan wil ik hem gewoon zonder publiek, alleen, in de rust, met een paar vrienden. Dat heb ik dan gedaan. Maar nu achteraf, weet je wel, dat was toen, heb ik van, ja, wat jij zegt, dit is zo uniek dat er zoveel mensen komen. En zo'n ervaring, ook onder dat bruggetje. Want inderdaad, dat herinner ik me ook in 2012. Dan bukte je en als je omhoog gaat, stoot je natuurlijk je hoofd. Dan ga je er onderdoor. Maar ook dat mensen dan s'avonds naar het ijs kwamen. Dan gingen ze met lampen op het ijs verlichten. Een meisje van 10 die dan een sneek met een rugzakje op naar de basisschool schaatst. Hoe romantisch kan het zijn? In Nederland schaats je naar school. Ja, dat zijn al rillingen krijg je dan natuurlijk. Ja, ik weet ook nog precies, ik was 6 en ik woonde natuurlijk in Leeuwarden. Dus iedereen kwam ook vanuit heine en verre bij ons logeren die dag. Dat was zo grappig. Heb jij ook zo'n warme herinnering? Nou ja, niet specifiek aan dit moment, 25 jaar geleden, wat ik precies deed. Maar het schaatsen, ja, daar ben ik mee opgegroeid. Ja. Dus ik weet nog op de glijijzers en met een stoel op de ijsbaan. Uh-huh. Leren schaatsen, ja, dat waren toch wel de mooie momenten. En nog steeds, want vorig jaar hebben we ook geschaatst. Ja. En dan doe je toch wel de toppers na en probeer je ook, zelfs ik nog, stiekem ook zo ongeveer te schaatsen. Het is alleen nu heel warm, Lisette. Nee, schaatsen, ja, ik